Yo, Nintendo fans! Welkom bij de moeilijkste challenge in Pokémon. De Nuzlocke Challenge. En de Nuzlocke Challenge begint natuurlijk met het kiezen van je starter Pokémon. Dit is een belangrijke keuze en ik ga straks uitleggen waarom. Nou is het natuurlijk zo dat Sobble en Scorbunny knijtersnel zijn en heel erg goed kunnen aanvallen. Maar ik heb altijd het idee dat die twee ook sneller doodgaan. Ik denk dat Grookey voor de Nuzlocke Challenge de beste keuze heeft. Want volgens mij is Grookey het beste in verdedigen. Dus Grookey! Jij bent de eerste Pokémon in mijn team. En waarom is het nou zo belangrijk dat je een goede starter Pokémon kiest? Dat is belangrijk door de regels van een Nuzlocke Challenge. Het is namelijk zo dat als jouw Pokémon wordt verslagen in een Nuzlocke Challenge, dat hij ook gewoon dood is. Dan mag je hem niet meer gebruiken. Dan moet je hem vrijlaten in het wild. Dus eigenlijk, weet je, als Hop deze battle wint van mij, dan is het gewoon klaar. Weet je, want dan heb ik geen Pokémon meer over. Dan is Grookey dood. En dan... Dan is het gewoon klaar met deze challenge. Dus het is wel even belangrijk dat we deze battle van Hop winnen. Anders wordt dit de kortste serie op mijn kanaal ooit. Maar we hebben in ieder geval zijn Wooloo verslagen. En daarmee gaan we gelijk naar level 6. Oh, mijn nature is heel naar. Ik zie al dat het niet goed gaat met mijn special defense. De special defense krijg ik namelijk 0 punten bij. Dus ik moet heel erg oppassen tegen psychic Pokémon, tegen ghost type Pokémon. Maar ik zie wel dat mijn Grookey snel is op zich. Dus dat is wel nice. Dus daarmee zorg ik ervoor dat ik hopelijk vaak de eerste aanval kan doen. En we hebben nu Branchpoke geleerd, onze grasaanval. Die is juist handig tegen deze Sobble van Hop. Let's go, super effective. We zijn ook sneller dan Sobbeltje, dus dat is nice. Ik dacht altijd dat Sobble super snel was, maar blijkbaar heb ik een hele snelle Grookey. En als deze Pound even overleefd wordt, juist, dan kunnen we nu officieel van start met de Nuzlocke Challenge. Want ik heb mijn eerste Pokémon en we hebben Hop verslagen, dus we kunnen door. Maar niet voordat Grookey nog even snel level 7 wordt. Kijk, en die speed, jongen. Ik word een supersnelle Grookey. Volgens mij heb ik een nature die mijn speed boost. Oké, Hoppie. Nou, bedankt voor deze battle. Bedankt dat ik deze challenge mag starten. Doe een blauw duimpje omhoog als je het tof vindt dat ik weer Pokémon speel. En vergeet niet te abonneren, want ik gooi elke dag Nintendo video's online. En ja hoor, het hack is kapot. Wooloo is er weer doorheen. En dat brengt me bij de tweede regel in de Nuzlocke Challenges. Want op iedere route waar we lopen, op iedere plek waar we lopen, mogen we alleen de allereerste Pokémon vangen die we tegenkomen. Dat zou in dit geval dus deze Greedent zijn. Alleen heb ik nu nog geen Pokéballs. Dus ik kan nog geen Pokémon vangen. Dus ik vind eigenlijk dat we hier strakjes nog wel even terug mogen komen. Als we de Pokéballs hebben. En dan kunnen we dus de eerste Pokémon die we hier tegenkomen vangen. En die mag in het team. Voor de rest mogen we hier dan geen enkele Pokémon meer vangen. En als er meerdere Pokémon tegelijkertijd verschijnen. Dan mogen we kiezen welke we vangen. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste regels in een Pokémon Nuzlocke Challenge. Er zijn nog allerlei andere regels. Ook voor het kiezen van je starter Pokémon en voor het ontvangen van gift Pokémon en dat soort dingen allemaal. Ze zeggen ook dat het leuk is om je Pokémon een nickname te geven, want zo bouw je nog meer een band op met je Pokémon. Dat heb ik nu niet gedaan. Dat zijn regels die je ook zou kunnen doen. Ik ben heel benieuwd wie van jullie ook een Nuzlocke Challenge wil starten. Laat het even weten hieronder in de reacties. Ik ga in deze serie niet focussen op het verhaal. Jullie weten allemaal hoe het verhaal gaat en dat er nu een legendarische Pokémon aankomt hier in de mist. We gaan echt van route naar route, van gym naar gym. Van Pokémon gevecht naar Pokémon gevecht. Ik bedoel dat Hop hier schrikt. Dat hebben jullie ondertussen al 3 keer gezien op mijn kanaal. En dat we deze session niet kunnen raken met ons stokkie, dat weten jullie ook al lang. Nou, Leon komt ons even redden met zijn Charizard. En Wooloo, die is weer veilig. Nou, ik geef mijn moeder nog even een kus. Dan wilde ik teruglopen naar het bos, maar daar kunnen we niet in. Nou, dan moeten we de eerste Pokémon gaan vangen hier op deze route. En dat is een... Ja, het is een Wooloo! Het is een Wooloo! Ik wil Wooloo in mijn team. Al mijn vorige series waren zonder Wooloo, jongens. Nu kunnen we eindelijk Wooloo gaan vangen. En hij is gelijk level 6. Trouwens. Holy moly. Je hebt ook de kans dat hier level 2 of level 3 Pokémon spannen. Nu moeten we alleen hopen dat dit geen critical hit is. Nice. Dit is geen critical hit. En dan is deze Wooloo dus de enige Pokémon die we mogen vangen op deze route. De rest mogen we allemaal niet vangen. We mogen er wel mee battelen, maar we mogen ze niet vangen. Maar hey, we hebben een Wooloo, dus ik vind het helemaal prima. En daarmee gaat Grookey bijna gelijk in één keer door naar level 9. Welkom in de squad, Wooloo. Doe een blauw duimpje omhoog voor Wooloo. Wooloo is de beste Pokémon ooit in de beste Pokémon geschiedenis ooit van beste Pokémon. We lopen tegen een Squirtle aan die we ook eventjes moeten pakken. Dat is alleen maar goed. Krijgen we weer XP voor. En die XP die is hard nodig in de Nuzlocke Challenge, jongens. We moeten onze Pokémon goed trainen. Want nogmaals, als een Pokémon verslagen wordt,
dan is die dood. En dan mogen we hem niet meer gebruiken. Ik denk niet dat ik tegen Rookie die wil. Ik denk dat ik deze Pokéball wil pakken. We gaan nog even een Wooloo verslaan, jongens. Hoe spannend er nu hier 3 Wooloos? Ik wilde altijd Wooloos en eerst spawnen ze nooit. Kijk, deze Wooloo is bijvoorbeeld mijn level 4. Dan ben ik echt wel blij met mijn level 6 Wooloo. Hoppakee, nog meer XP. En het lekkere van Pokémon Sword en Shield is natuurlijk ook dat de Pokémon die je niet gebruikt ook XP krijgen. Ons volgende bezoekje is hier in het laboratorium, waar we de schattige Yamper natuurlijk tegenkomen. En ook Sonja is hier van de partij. En op onze weg naar buiten krijgen we nog van deze man een potion, dankjewel. En nadat we naar het Pokémon Center zijn geweest, komen we aan hier zo. Op route nummertje 2. Yes! Daar staat Hoppie. Ik zag daar al een Nickit spannen. Eigenlijk moeten we nu een Nickit vangen. Maar Hoppie die wil weer een gesprekje met mij. Laat me gewoon mijn Pokémon vangen. Oké, okay, wat spant er nu? Wat spant er nu? Het is een Nickit, een Rookidee die en een Squaffit. Nou, we moeten dus Nickit pakken. Vind ik niet een hele goede Pokémon, jongens. Als ik heel eerlijk ben, had ik veel liever een Rookidee gehad. Ik weet het nooit zo goed met Nickit. Misschien sloop ik hem in één keer trouwens. Misschien doe ik nu echt heel veel damage. Oké, dit, we slopen hem niet in één keer. Ik kan niet zo heel veel met een Nickit, als ik heel eerlijk ben. Maar hé, weet je, we moeten dit doen. Dus ja, kom voor nu maar gewoon in het team, Nickit. Welkom! Daar is die. We gaan hem gewoon testen. Als hij niet doodgaat, nou ja, dan is het prima. Oh ja, trouwens een extra regel. Als we een shiny Pokémon tegenkomen, dan mogen we die wel vangen. Dus een shiny Pokémon is de uitzondering op de regel dat je alleen de eerste Pokémon mag vangen. Die aanval die zag er heel sterk uit, maar die deed eigenlijk niks. Maar de shiny Pokémon mag je dus altijd wel vangen. Ook al heb je al een Pokémon gevangen op diezelfde route. Ik bedoel, we laten toch geen shiny Pokémon lopen, jongens. Grookey gaat nu lekker naar leveltje 10. En dan gaan we ons eerste gevecht hebben met deze young boy. We hebben natuurlijk al een gevecht met Hop gehad. Maar ja, die tel ik niet echt mee. Youngster Jake heeft een Squawfit. Maar gelukkig pakken we die Squawfit gewoon. Hoppakee, zo in één keer met Grookey. Heerlijk bezig, Grookey. Een Tootle is ook wel lekker voor het begin van de game. Maar ja, die mag ik nog niet vangen. Deze is wel lekker in het begin, hoor. Hij maakt alleen nul kans natuurlijk tegen mijn Grookey. Die gaat in één keer kapot. Dit is wel easy XP. En daarmee gaat Nickit ook gewoon lekker naar level 6. Ik heb trouwens op mijn Twitch kanaal, twitch.tv/Rickachu, al eerder een Nuzlocke challenge gedaan. En die ging fout. Nou ja, eigenlijk ging die heel goed. Tot ik bij de gym van Opal kwam. Opal gooide een Togekiss. En die Togekiss was sneller dan al mijn Pokémon. Er was niet tegen te vechten. En die Togekiss betekende het einde van mijn allereerste Nuzlocke challenge in Sword and Shield. Dus nu weet ik sowieso dat dat een punt is waar we heel erg op moeten gaan letten. Volgens mij heeft deze guy een Bug-type Pokémon. Dus ik laat Wooloo hier eventjes zijn gang gaan. Eens eventjes kijken of Wooloo hier tegenop gewassen is. Nou, oké. Okay. Alleen Blip gaat voor Strugglebug. Oké, die doet bijna geen damage. Maar mijn special attack is wel naar beneden. Nou doe ik gelukkig normale attacks, dus dat maakt niet zo heel veel uit. Lekker Wooloetje. Met Wooloo moet ik natuurlijk altijd oppassen dat ik niet tegen een Pokémon kom die fighting moves kent. Als ik daar tegen kom, ja, dan heb ik een probleem, want die moves zijn super effective op Wooloo. En Grookey en Nickit gaan dankzij Wooloo een leveltje omhoog. Ja, we zien toch echt dat de special defense van Grookey, dat zijn zwakte punt is. En dat is juist het sterkste punt aan Nickit. Nou, hij gooit er nu ook een Nickit uit. Misschien had ik even moeten wisselen trouwens. Ik ben wel benieuwd. Nou, oké, dit valt mee. En tackle zal hem wel genoeg pijn doen. Kijk, hoppakee, nog een tackletje. Ik denk dat ik er misschien nog 2 nodig heb. Hij gaat nu voor Tail Whip. Daarmee gaat mijn defense naar beneden. Dus als hij nu Quick Attack doet, dan doet het meer pijn dan normaal. Ja, kijk, hij doet Quick Attack. En die is gelukkig niet critical. Ik doe nog een keer tackle. Ah, ik durf dit niet aan met Wooloo, jongens. Als het 1 keer een critical hit is, dan ben ik de Sjaak. En dan is Wooloo dood en dan mogen we hem niet meer gebruiken. Dus dat is altijd het dilemma, hè? Kies je ervoor om risico te nemen of niet? Het beste is natuurlijk om nooit een risico te nemen in de Nuzlocke Challenge, want voor je het weet is je Pokémon gewoon weg. Zonder risico hebben we dit gehaald. Wooloo gaat een level omhoog. Wooloo heeft best wel lekkere stats, trouwens. En hij leert Copycat. En dan hebben we Benjamin verslagen. En dan komen we aan bij het huis van Professor Magnolia. Hier achter het huis van Professor Magnolia lag een TM. Payback. En ik dacht dat ik die aan Nickit wilde leren, maar dat gaat niet. We kunnen hem wel aan Wooloo leren. Dus laten we dat doen. En als we dat gedaan hebben, moeten we weer gaan battelen. En die battle is tegen Hop. Dat gaan we doen in de volgende aflevering. Like deze video als je het tof vindt dat ik weer Pokémon ben gaan spelen. Abonneer dan ook zeker, want dan krijg je iedere dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!